en vreemdelingen daarin. En dat zijn we ook. En van wijk naar wijk trokken. En van de ene plaats naar de andere plaats. Toen geloofde hij niet dat enig mensen verdrukte. Hij bestrafte de gemeente om hun het wil. Dat las ik ineens op die manier. En dat vond ik heel apart. Want dat sloeg eigenlijk echt op de gemeente. Want we zijn met weinigen en vreemdelingen erin. Hè? En God die geduld niet dat er iets aangedaan worden. In kant zie je dat met rijkdom gekomen. Dus het was heel veel cadeautjes gekregen. Die heel kostbaar zijn. Dus het was op die moment een kind die niks te weinig heeft, niks ontbreekt, kan zeggen. En die andere kant zie je ook dat die had geen plek, die had geen plaats om te geboren. Dat hij in de stal moet geboren. Dus dan kan je twee dingen zien. Een kant van armoede en een kant van rijkdom. En ook dat die herkenning door die herders en die mensen die daar waren, dat buigen voor hij is koning, buigen voor hem. Ze weten dat hij zal komen dat hij Messias. En weer aan de andere kant zie je ook dat de rode die koning, was hij bang, want ze zeggen er komt een koning weer. Iemand die zal de hele regeren op alle hele aarde. En dat niet moeilijk, maar die ding heeft Jezus ook meegemaakt. Vanaf toen hij geboren, nog voordat hij geboren is. Dus dan weet je tot dat als God die weg met jou gaat, ik denk dat het ook dat wij u mogen vertrouwen, Vader, in alles, Vader. Voor alles wat we doen. Heer, dat u aan erop staat, Vader. Heer, dat is zo, Vader, u wil nog doen. Het wonder komt van God. De verandering komt van God. Hoe kunnen mensen behouden worden? Bij God is het mogelijk. Niet alleen door God, als God is niet, maar bij God is het mogelijk. Zoals wij willen dat daar familieleden gered worden, dat Weert gered wordt, dat die plaatsen gered worden waar we naartoe gaan. We weten uit de Bijbel, God wil niet dat iemand verloren gaat. Zelfs rijke mensen, daarvan zegt Jezus, het is mogelijk bij God. Er is daar een gelijkenis. Jezus zegt met dit oog daarop dat ze altijd moesten bidden en niet verslappen. In andere woorden, Jezus wil ons en ze ging naar altijd rechtvaardige recht. Ik moet recht hebben, ik moet recht hebben. Geef mij mijn recht. En ze stond op haar strepen. Wat was de bedoeling van Jezus hier met deze gelijkenis? Dat we altijd moesten bidden. Dat we moesten bidden en er kwam geen verhoring. En dat we moesten bidden en er kwam geen verhoring. En dat we moesten bidden en er kwam nog geen verhoring. En dat we moesten bidden en blijven bidden. En als mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde. We zeggen allemaal geloof te hebben. Of niet? De Heer is ons genade geweest. Maar als we geloof hebben, dan weet ik wat God gezegd heeft, zal hij doen. Ik kan bidden, ik kan blijven bidden, ik kan blijven bidden, ik kan blijven bidden. Dag en nacht, ik kan blijven bidden. Ik geef niet op, ik heb geen ontspanning nodig. Ik ga blijven bidden, ik blijf bidden, ik blijf bidden, ik blijf bidden. Mijn geloof groeit. God wil, Jezus vraagt zich af aan het einde van zijn gelijkenis, zal ik nog het geloof vinden? Zijn er nog mensen die kunnen volharden in het bidden? En Jezus komt terug voor een reine, heilige bruid. De gemeente zal groeien van geloof tot geloof. Jezus komt niet terug voor mensen die halverwege opgeven. Jezus komt niet terug voor die mensen die op opstandigheden zien of daarom bidden. Gevolg is dat als wij volharden in ons gebed, ons geloof. De ene keer bidden, die doet zijn lijstje afwerken en die legt gewoon alles bij God. En de andere die gaat eerst naar God. En die laat zich inspireren door God. En God spreekt. En die kent de wegen van God. En die weet wat God gaat doen. En die gaat samenwerken met God. En die gaat daarvoor bidden. En dat is eerst wat God wil dat we doen. Hem loven en prijzen. Onze Vader in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen.
He? Eerst de Heere loven en prijzen. Eerst in zijn tegenwoordigheid en dan gaat God spreken. Of God legt dingen op je hart terwijl je in gemeenschap met hem bent. En dan weet je, dit is wat God wil. En dan kan God je daar gaan voor gebruiken om daarvoor te bidden. Dat is wat anders als achterstaat. Oh, hier, ik heb een nood. Dat God ons spoedig recht zal verschaffen. Hoe kan dat als we geen spoedig antwoord zien? God zal je spoedig geven, geloof, hoop en liefde. God zal je spoedig geven, geduld, wie ik opnieuw weeën doorstaan. Dat betekent, hij had in het begin ook die weeën doorstaan. Hij had gebeden. Hij had gebeden, hij had volhard, hij was die weggegaan, hij was bij God geweest. Hij had gebeden en hij zag niets. Hij had gebeden en er was niks. Hij had gebeden en hij verstond die weeën. Hij was volhard. Gebeden. Bij God is daar die doorbraak gekomen. Bij God heb ik volhard. En Paulus was een mannetje wat kon volharden, die had het geleerd. Opdat, totdat, ik heb opnieuw weeën doorstaan, ik blijf net zo lang die weeën doorstaan, totdat Christus in mij, in u, gestalte gekregen heeft, verkregen heeft. En dat is wat nodig is. Christus moet gestalte krijgen. In de gemeentes, in de kerk, in onze familieleden, in Weert, in elk plaatsje waar we komen. Christus moet gestalte krijgen. Christus moet gaan leven in die mensen. En Paulus wist, mijn gebed doet ertoe. Mijn gebed maakt het verschil. Kan het zo zijn dat we genoeg gebedsmensen hier hebben om weer te veranderen?